Dank u wel, voorzitter. Ook namens mijn fractie wil ik allereerst... Dank u wel, voorzitter. Ook namens mijn fractie wil ik allereerst mijn medeleven betuigen voor de familie en nabestaanden van advocaat Wiersum, die vanochtend in Amsterdam op een hele laffe wijze is doodgeschoten. En als we de eerste berichten mogen geloven, is dit een aanval op onze rechtsstaat, waarbij niet alleen kroongetuigen, maar ook advocaten die mensen bijstaan in strafzaken het leven niet meer zeker zijn. En ik dank de minister voor de eerste brief die hij vandaag al naar de Kamer heeft gestuurd. En ik vertrouw erop dat alles op alles wordt gezet om hier de onderste steen boven te krijgen. Voorzitter, de algemene beschouwingen van een fractievoorzitter van een coalitiepartij kennen doorgaans een vast stramien. De behaalde resultaten van de coalitie worden met trots opgesomd. Oppositie wordt voorgehouden dat er al veel voor elkaar is gekregen. En een enkel lid van het kabinet krijgt misschien zelfs een pluim op de hoed. Maar natuurlijk altijd met de waarschuwing dat er nog veel werk aan de winkel is. En ga ik dat vanavond allemaal anders doen? Nou, voorzitter, het is mijn eerste keer, dus ik ga het proberen. Maar ik weet niet of dat ik de verleiding helemaal kan weerstaan. Wat ik wel weet, voorzitter, is dat ik dit debat tot nu toe een verademing vind ten opzichte van politieke beschouwingen die we in voorgaande jaren hebben gehad. Het is een debat op inhoud, een debat dat respectvol wordt gevoerd, af en toe hard op de inhoud, maar wel op een manier dat het volgens mij voor de mensen thuis ook prettig om te volgen is. Een debat met rust en orde. En normaal gesproken is dat niet een vorm die mijn fractie heel erg past. Een fractie die toch in een radicale traditie staat, maar vandaag, voorzitter, ben ik daar blij mee. Want wij staan als Nederland in het oog van een wereldstorm. De Verenigde Staten en China voeren een roekeloze handelsoorlog. Rusland raast in de achtertuin van onze Europese buren. En de regisseur van Brexit verdient inmiddels een Oscar voor het beste script van een horrorfilm. En ja, hier in Nederland kan ook wel eens een windje opsteken in het oog van die wereldstorm. De boreale uilen, vertrekkende kamerleden en proefballonnetjes vliegen je zo nu en dan om de oren. Collega Baudet heeft het wel eens over de brokstukken van onze samenleving. Maar voorzitter, kijk wat we het afgelopen jaar samen tot stand hebben gebracht. Ons pensioenstelsel is gered voor de toekomst, mede dankzij samenwerking tussen coalitie, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Nederland heeft het eerste concrete klimaatplan van de wereld, mede dankzij de inzet van natuurorganisaties en bedrijven. We hebben een kinderpardon, zodat gevluchte, hier gewortelde kinderen in Nederland mogen blijven, dankzij een moedige stap van het CDA. En het bedrijfsleven gaat het komend jaar betalen voor de lastenverlichting van burgers, dankzij een flexibele wending van de VVD. En zelfs grote bedrijven als Shell gaan voortaan gewoon winstbelasting betalen, dankzij het voorstel van Bart Snels. En u ziet, voorzitter, ik heb het nu toch gedaan. Toch kon ik de verleiding niet weerstaan om een aantal van die mooie successen van het afgelopen jaar op te sommen. Maar tegen de mensen in vak K zeg ik, ik doe dat ook een beetje voor u. Want de afgelopen weken bleek uit peilingen dat u populairder bent dan ooit. Niet alleen onder de kiezers van de coalitiefracties, zelfs de kiezers van de heer Asscher en de heer Klaver willen dat u het karwei voorlopig afmaakt. Er is alleen wel nog wat werk aan de winkel bij de kiezers van mevrouw Thieme, maar u weet, sinds vorige week wordt daar in ieder geval door mijn fractie ook hard aan gewerkt. Voorzitter, ik ben nu bijna een jaar fractievoorzitter en na een stevige inwerkperiode is dit mijn eerste algemene beschouwingen. En ik moet zeggen, ik doe dat met veel plezier en met minder spanning dan voor mijn eerste interview met Frits Wester. En van alle dertigers die in deze zaal zijn en aan het debat mogen deelnemen, zit ik nog het dichtst bij de 20. En dat verklaart wellicht de energieke start van mijn fractie na de zomer. En dat heeft hier en daar tot wat ongemak geleid. Dat kan ik niet ontkennen. Maar voorzitter, ik vind dat ook wel een mooi compliment. Want voor mij gaat politiek niet alleen maar over de dagelijkse verontwaardiging of de gevatte tweet, de perfecte quote in het 8-uur-journaal. Politiek is voor mij meer dan kampjes aan managen en een beetje bijplussen in koopkrachtplaatjes en beleidskaders. De politiek is er wat mij betreft om de grote vraagstukken niet uit de weg te gaan, niet te durven agenderen. Ja? Ja, ik... Volgens mij... Ja, ik kan nog even doorgaan als u wilt. Mijn inleiding is wel wat korter dan die van de heer Heerma. Dat is goed. Maar als u het mij toestaat, dan... Ja, dat is ook dank u wel. Ja. Dit afmaken. Ja.
De politiek is er dus om de grote vraagstukken niet uit de weg te gaan. En dat zijn wat mij betreft vraagstukken over leven en dood. Zoals Pia Dijkstra doet met haar initiatief wetsvoorstel over voltooid leven. Vraagstukken die gaan over gelijke kansen en emancipatie, zoals Vera Bergkamp doet met een pleidooi voor een tijdelijk vrouwenquote. Of de simpele erkenning vandaag in dit debat dat we voor internationale problemen geen nationale oplossingen hebben. Dat Europese samenwerking ons niet verzwakt, maar juist versterkt. En soms, voorzitter, komen die grote vragen ook een beetje ongevraagd en onverwacht op ons af. En dat is nu het geval. Om de natuur te beschermen, moeten we de uitstoot van stikstof drastisch naar beneden brengen. Maar de vraag is hoe? Willen we de komende jaren minder huizen bouwen? Willen we minder natuur? Willen we een list? Willen we minder treinen en minder wegen? Of willen we minder vee? En mijn fractie heeft daar de afgelopen week een duidelijke keuze in gemaakt. Wij willen de veestapel in Nederland halveren om de bouw van woningen voor jonge gezinnen en starters mogelijk te maken. Van biggen naar bouwen. En ik zeg daar tegelijkertijd bij, dan moet de overheid ook boeren helpen om die omslag naar die duurzame landbouw te maken en perspectief bieden. En ja, dat leidt soms tot ongemak, maar ik daag ook iedereen die daar kritiek op heeft uit om zelf ook een keuze te maken. Mijn fractie heeft die keuze gemaakt. Ja, de heer Asscher. Voorzitter, ik vind het mooi dat iedereen allemaal recensies geeft van het debat tot nu toe. Maar volgens mij gaat het ook over politieke keuzes en ideologische verschillen. En de heer Jette is fractievoorzitter van de partij die dit kabinet steunt. En ik zou hem willen uitnodigen om de koers bij te stellen. En het zal denk ik niet verrassen op welk punt. Het kabinet is van plan volgend jaar minder aan onderwijs uit te geven dan dit jaar. De onderwijsbegroting gaat als percentage van het nationaal product bijna % omlaag. De beta-wetenschappers moeten meer geld krijgen, maar waarom ten koste van de alfa, de gamma en de medische wetenschappers? Het lerarentekort bedreigt kansengelijkheid, waar Jette het eerder over had, onze economische toekomst, bedreigt eigenlijk het optimisme van Nederland. Mijn vraag aan de heer Jette, kunnen wij vandaag en morgen zorgen dat algemene beschouwingen meer zijn dan een zelffelicitatie over het debat, maar zorgen dat daar meer geld naartoe gaat? De heer Jette. Ja, voorzitter. Als ik tot nu toe het debat heb beluisterd, dan springt het lerarentekort daar terecht uit als prangend punt. Mijn vader is zijn hele leven docent geweest, is een paar maanden terug met pensioen gegaan. En ik heb met hem gesproken over dat vak waar hij meer dan 40 jaar met heel veel trots in heeft gewerkt. En hij schetste mij altijd de toegenomen werkdruk de afgelopen jaar. Hoeveel tijd je als docent wel niet kwijt bent aan allerlei bureaucratische romslomp, terwijl je eigenlijk bezig wil zijn met het voorbereiden van lessen, het begeleiden van individuele leerlingen en ze ook buiten het klaslokaal bij te staan als dat nodig is. Maar daar hebben leerkrachten, al die mannen en vrouwen die met veel plezier dat beroep beoefenen, de laatste jaren veel te weinig tijd voor gehad. En we hebben met z'n allen in deze Kamer dat probleem te lang onderkend. Als je teruggaat naar onze verkiezingsprogramma's, dan waren er partijen, u en de mijne waren daar twee van, die wel geld uittrokken voor onderwijs. Maar een enorme investering in de lerarensalarissen zag je eigenlijk in bijna geen enkel verkiezingsprogramma terug. En ik ben heel erg blij dat we in de formatieperiode met de vier formerende coalities en het toenmalige demissionaire kabinet al een eerste stap hebben kunnen maken in het terugdringen van die loonkloof. Ik ben ook blij dat het kabinet zo'n 333 miljoen, oplopend naar 430 miljoen structureel, heeft vrijgemaakt om die werkdruk voor leraren verder te verminderen. Maar met u ben ik ook afgelopen zomer weer geschrokken van de berichten. Dat er scholen in Nederland zijn waar klassen dit schooljaar zijn begonnen zonder dat er een leerkracht voor de klas kan staan. Of dat er scholen zijn die overwegen om een dag minder in de week les te geven. Of misschien zelfs pleidooi om de leeftijd van 4 naar 5 jaar op te hogen. Dat is niet wat u en ik willen. U en ik willen dat onderwijs de motor is van kansengelijkheid. En ik sluit me dan ook helemaal aan bij iedereen die er vandaag eerder over heeft gesproken, dat de belangrijkste oproep aan het kabinet van dit debat is volgens mij: kabinet, ga aan de slag met dat lerarentekort. Meng je in de discussie tussen onderwijsbestuurders en vakbonden over een nieuwe CAO voor dat primair onderwijs. En als minister Slob voor het primair onderwijs dan op een gegeven moment bij ons terugkomt met de boodschap: die onderwijsbestuurders en de vakbonden kunnen er nu met elkaar uitkomen met een modernere CAO en betere salarissen voor leraren, maar dan moeten wij als overheid daar ook extra geld bij zetten. Dan is daar met mij absoluut over te spreken. En ik hoop ook dat het kabinet, gehoord het debat tot nu toe, morgen uitgebreid op het lerarentekort zal ingaan. De heer Asscher.
Voorzitter, mooi dat daar met u over te spreken is. Het antwoord weten we ook al, er is geld nodig. Die loonkloof die zorgt voor een enorme achterstand. Ga maar na waarom het lerarentekort in het primair onderwijs zoveel groter is dan het voortgezet onderwijs. Dus er is geld nodig. Het goede nieuws, het is er. Het kabinet stelt voor 3,4 miljard in de schatkist te storten met negatieve rente. We kunnen ook allerlei andere dekking aangeven. Het geld is er. Ze zijn nog op zoek naar ideeën voor een fonds. Het geld is er. Het gaat om politieke wil. En ik heb u duidelijk gehoord, die politieke wil, die hebben wij gemeen. Misschien kunnen we dan in de beste tradities van uw voorganger, die op dat punt weliswaar in stilte, maar het vaak voor het onderwijs opnam. Dat deed hij een beetje achter de schermen. Het is wel goed om dat een keer te benoemen, de heer Pechtold. Misschien kunnen we in die traditie, deze algemene beschouwing, zorgen dat er geld komt voor het onderwijs, want we weten dat het nodig is. De heer Segers. Ja, mag. De heer Segers. Mevrouw de voorzitter, ik wil even teruggaan naar het begin van de bijdrage van collega Jette, die een aantal dingen opzonde. Ze zei, nou, we zijn stevig uit de startblokken gekomen na het zomerreces. Ik kan het niet ontkennen, inderdaad. Het is mij niet helemaal ontgaan. Het is wel van belang dat je dat heel zorgvuldig doet. En dan gaat het allereerst natuurlijk over boeren. Dan gaat het over familiebedrijven die soms generaties lang op dezelfde plek bezig zijn. En dan is het nogal vrij pittig om per ochtendblad daar tegen die mensen te zeggen, joh, het kan dus afgelopen zijn. Maar ik zou graag op een nog gevoeliger thema willen spreken. En dat gaat over voltooid leven. Want die kwam in diezelfde trits kwam die naar voren. En dat is een onderwerp waar wij zeer verschillend over denken. Waar het ook heel moeilijk was om daar een begaanbare weg te vinden. En wat we onder andere hebben afgesproken is, na die discussie over voltooid leven, hè, wat we even tot rust hebben gebracht, hebben we gezegd, het is ontzettend belangrijk om dan te kijken, wat is de vraag achter de vraag? Wat is de nood achter de vraag? Wie zijn het? Die zeggen, mijn leven is eigenlijk voltooid en ik ben gezond van lijf en leden, van hoofd en lichaam. Maar toch wil ik er een einde aan maken. We hebben gezegd, we willen weten wie het zijn. En als je dan toch aankondigt om hoe dan ook een wetsvoorstel in te dienen, dan ben ik oprecht benieuwd, is de D66-fractie wel geïnteresseerd in de uitkomst van dat onderzoek, in ja, de zoektocht naar de mensen achter de vraag? De heer Jensen. Ja, voorzitter, het antwoord op is eigenlijk heel kort, dat is ja. Dat onderzoek dat door minister Hugo de Jonge wordt uitgevoerd, het levert hopelijk inzicht op waarmee wij ons wetsvoorstel ook kunnen verbeteren. Maar wij hebben als D66 de afgelopen maanden ook weer ontzettend veel berichten ontvangen van mensen die ons benaderen en die zeggen, natuurlijk moet er aandacht zijn voor waardig ouder worden. Natuurlijk. En het is ook goed dat we daar samen in het regeerakkoord afspraken over hebben gemaakt. Maar als het gaat over waardig leven, mag ik dan ook alsjeblieft zelf beslissen over een manier waarop ik waardig kan sterven als ik vind dat mijn leven voltooid is. En dat is niet een onderwerp waar we lichtzinnig over moeten doen. Dat is ook niet een onderwerp waarvan ik denk dat wordt een initiatief wetsvoorstel dat we er dan even in een paar weken door beide kamers gaan loodsen. Dat zal veel maatschappelijk debat oproepen. Dat zal hier in de Kamer emotionele debatten oproepen. En dat hoort ook bij onderwerpen die over zulke zware thema's gaan als leven en dood. Maar het is mijn stellige overtuiging, samen met collega Pia Dijkstra, dat we in dit land niet alleen oog moeten hebben voor waardig ouder worden, maar ook voor waardig sterven. De heer Segers. Mevrouw de voorzitter, ik weet dat het aan beide kanten emotioneel is en dat het aan beide kanten heel gevoelig is en dat we daar een hele sterke opvatting over hebben. En ergens is daar ook spiegelbeeldig dan een herkenning. Maar des te belangrijker om dan wel recht te doen aan de werkelijkheid. En inderdaad, voor ons is het geen begaanbare weg om als iemand zegt, mijn leven is voltooid, om te zeggen, nou, dan is er hulp bij zelfdoding mogelijk, hè, als er geen lichamelijk of anderszins lijden mee gepaard gaat. Maar als nou al die beroepsgroepen en als nou de commissie Snabel zegt, doe het niet, want de risico's zijn te groot. De impact, de negatieve impact op mensen die kwetsbaar zijn, het is te risicovol. Mensen die heel dicht bij dat bed staan, die zeggen, van die beroepsgroepen zeggen, doe het niet. Is er een scenario denkbaar dat het onderzoek iets oplevert, dat er iets zichtbaar wordt in dat onderzoek, waarna de D66-fractie zegt van, wij heroverwegen het? Nou, voorzitter, om heel eerlijk te zijn, dat verwacht ik niet. Ik verwacht niet dat we op dat standpunt terugkomen. Wat ik wel me kan voorstellen is dat het onderzoek, maar ook alle gesprekken die we voeren met deskundigen in Nederland, maar ook in het buitenland, want we gaan ook in andere Europese landen kijken hoe daar de euthanasiewetgeving nu is georganiseerd, dat we daar ideeën kunnen ophalen over hoe het wetsvoorstel voor het leven nog betere waarborgen kan krijgen, zodat er geen misbruik van kan worden gemaakt. Maar ons uitgangspunt zijn mensen
die een beroep op ons doen en die zeggen, mijn leven is voltooid. Ik zie geen manieren meer om mijn leven op een waardige manier voor te zetten. En ik wil niet me moeten richten op allerlei manieren om mijn leven te beëindigen waar u en ik van vinden dat dat geen menselijke manier is om te sterven. Ik wil op een waardige manier zelf kunnen beslissen over dat levenseinde. En de heer Segers weet, en daar hebben we ook de afgelopen weken met elkaar over gesproken, we hebben met elkaar afspraken gemaakt in het regeerakkoord over een onderzoek dat wordt uitgevoerd. En wij zullen dat onderzoek heel serieus tot ons nemen. Maar dat D66 wil opkomen voor waardig sterven, dat staat vast. De heer Segers. Tot slot, mevrouw de voorzitter. Ik weet dat wij principieel verschillend zijn. Dat we hier verschillend in zullen blijven staan. Maar als nou commissie Snabel, die er lang en goed naar heeft gekeken, als nou heel veel beroepsgroepen die dicht bij dat bed staan zeggen, doe het niet. Als nou allemaal al die adviezen die kant op wijzen. Stel dat er nou uit dat beeld, uit dat onderzoek naar die groep, om wie gaat dat nou? Als er nou duidelijk wordt wat al eerder meer in de casuïstieke sfeer ook al duidelijk werd, namelijk dat er altijd een gelaagde vraag is, dat er achter de eerste vraag, namelijk ik zou willen sterven, dat er altijd een andere nood achter schuil gaat. Dat mensen soms zeggen, ik wil dit leven niet. En als we nou op een andere manier zouden kunnen helpen, als het nou veel ingewikkelder is, dan zou mijn klemmende oproep zijn richting de D66-fractie, neem dat onderzoek serieus, laat die feiten op je inwerken en hoe dan ook, we praten door. Nou, voorzitter, ik ontken ook niet de gelaagdheid van die vraag die de heer Segers schetst. Maar ik wil ook wel de suggestie verre van me werpen dat dit een wetsvoorstel wordt waarbij mensen die zich melden voor voltooid leven dat als een soort van nummertje bij de kassa kunnen trekken en we gaan het voor u organiseren. Nee, natuurlijk niet. Ik wil ook dat mensen die een hulpvraag neerleggen, dat daar mensen mee in gesprek gaan, dat mensen kijken wat de situatie is of dat er echt sprake is van een voltooid leven. En dat gaan we heel zorgvuldig vaststellen. Maar als je door die gesprekken met mensen uiteindelijk tot de conclusie komt dat ze door eenzaamheid, door dat iedereen om hen heen al is weggevallen, of welke reden dan ook, als die mensen zelf tot de conclusie komen dat hun leven voltooid is, dan wil ik voor hen ook de optie openhouden dat ze op een waardige manier kunnen sterven. En ik denk eerlijk gezegd ook, voorzitter, dat ook alleen al het feit dat je dat gesprek kan voeren, dat de mogelijkheid van een voltooid leven op tafel ligt, dat heel veel mensen de rust gaat geven, omdat ze weten dat ze ook bij hun levenseinde een mate van zelfbeschikking hebben. De heer Klaver. Voorzitter, het was mij opgevallen inderdaad hoe D66 uit deze zomer is gekomen. Ik zou zeggen, ga zo door. Een mooi voorstel als het gaat over intensieve veehouderij in Nederland en hoe we dat moeten terugdringen. Ook als het gaat over het wetsvoorstel en dat je dat debat toch blijft opzoeken. En eigenlijk had ik er nog één verwacht. We hebben namelijk voor de zomer een debat gehad over het klimaatakkoord en over agenda. En dat de agenda-doelstelling niet wordt gehaald. Dat blijkt ook nu weer. En toen hebben we met elkaar afgesproken, de regering moet dan in het najaar bij de begroting met nieuwe voorstellen komen. Die lees ik niet. Wat zijn de voorstellen van D66 om toch te komen dat we die agenda-uitspraak gaan halen? De heer Jetten. Ja, voorzitter, we hebben inderdaad voor de zomer dat historische klimaatakkoord afgesloten na onze historische klimaatwet die we met heel veel partijen door beide kamers hebben geloodst. En het aankomende jaar, of dit politieke jaar, is eigenlijk het jaar van uitvoering. Het kabinet zal wel heel veel wetsvoorstellen moeten doen en heel veel uitvoering moeten realiseren om die CO2-uitstoot daadwerkelijk naar beneden te krijgen. We hebben daarbij het doel gezet op 2030 en 2050. Maar terecht wijst de heer Klaver op een uitspraak van de rechter in het Urgenda-vonnis dat we ook op korte termijn die CO2-uitstoot al flink moeten terugdringen. En daar zal eind dit jaar ook nog een uitspraak van onze hoogste rechter op volgen. En ik heb zelf voor de zomer al vaker aangegeven dat ook de overheid zich aan uitspraken van de rechter moet houden. En ik ben heel blij met de suggestie van de mensen achter Urgenda. Die hebben zo'n 40 voorstellen gedaan om toch sneller dan het kabinet al heeft voorgesteld die CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. En de minister van Klimaat heeft ons ook toegezegd dat hij dit najaar met een reactie komt op al die 40 voorstellen. En wat mij betreft gaan we dan ook doen wat mogelijk is. De heer Klaver. Maar, voorzitter, voor de zomer debatteerden we. Toen zeiden we, nee, het moet bij Prinsjesdag moeten we dit gaan regelen, want er zullen ook extra maatregelen voor nodig zijn. Ik hoor het al sinds 2018. Iedere keer wordt er nee, even wachten op het klimaatakkoord. Dan is het klimaatakkoord, dan wordt er gezegd, nou, laten we nog heel even wachten op de allernieuwste cijfers van het planbureau. Dan zijn de nieuwste cijfers van het planbureau. Dan wordt er, weet je wat, we wachten even tot Prinsjesdag. En nu hoor ik, nou, we zijn er bijna. Het is bijna 2020, nog 74 dagen. Dus ergens in oktober, november gaan we horen wat het kabinet dan extra maatregelen neemt. Voorzitter,
Wat zijn de keuzes die de D66-fractie wil maken? U doet het op het gebied van de intensieve veeteelt en wat we met stikstof kunnen doen. U heeft dat met het voltooid leven. Ik vraag, wat wilt u nou om die urgenda-uitspraak te halen? We hebben nog 74 dagen voordat het 2020 is. En op deze manier en het vooruitschuiven komen we er niet. Wat wilt u? Nou, voorzitter, we hebben tot 31 december 2020 om dat doel te halen. Dat is overigens ook geen hele lange termijn, hoor. Dus dat deel ik met de heer Klaver. Kijk, wat mij betreft combineren we ook het een en ander. Dat klimaatakkoord is super ambitieus voor een halvering van die CO2-uitstoot. Daar kun je kijken welke maatregelen uit het klimaatakkoord je naar voren kan halen. Die stikstofcrisis dwingt ons de komende maanden ook tot moeilijke keuzes die ook zullen bijdragen aan het halen van het urgenda-vonnis. En we moeten niet doen alsof er helemaal niks is gebeurd, want het kabinet heeft begin dit jaar voor zo'n 500 miljoen aan maatregelen aangekondigd in het kader van de agenda, waaronder versnelde sluiting van kolencentrales. Hele verstandige maatregelen wat mij betreft. Voorzitter, dat is geen antwoord op mijn vraag. Het is toch een beetje de vraag, zullen we vanavond wat gaan eten? Je blijft met elkaar filosoferen over wat dat allemaal zou kunnen zijn. Pasta, pannenkoeken, frietjes, wat je ook lekker vindt. Het gaat over het maken van een keuze. En er is een keiharde deadline. U heeft gelijk, eind 2020, daar gaat het om. Maar dat is nog maar minder dan, dat is iets meer dan een jaar. En dan moet je niet nu zeggen, wat zijn alle opties waar we uit kunnen kiezen? Daar gaat het erom dat we daarin een keuze maken. En ik weet het wel, het halveren van de landbouw zou een hele belangrijke bijdrage leveren. Het sluiten van extra kolencentrales, dat zou een belangrijke bijdrage leveren. Wat wilt u, meneer Jette? Niet wat er kan, wat wilt u? Nou, voorzitter, dat heb ik al heel vaak gezegd in debatten met de heer Klaver. Al die punten die jij noemt zijn voor mij bespreekbaar. Wij hebben aan het kabinet gevraagd om daar met een voorstel voor te komen. Goed, dan tot slot. Tot slot. Ja. Tot slot. Ja. We rollen de bal gewoon weer vooruit, want het is nog 74 dagen tot 2020. Dus we hebben alle tijd. Wanneer is dan de deadline die het kabinet dit keer heeft om dan ook echt met concrete voorstellen te komen voor de agenda-uitspraak? Ja, voorzitter, ik weet niet welke datum de minister de vorige keer aan ons heeft toegezegd, maar wij hebben dit debat in juli met elkaar gevoerd. En toen heeft Erik Wiebes, de minister van Klimaat, toegezegd, ik ga op die 40 punten van de agenda een inhoudelijke reactie geven. En dan kunnen wij als Kamer kiezen wat nodig is om dat agenda voor te halen. Dan ga ik naar mevrouw Thieme. Mevrouw Thieme, of de heer Baudet. Ja? Ja, en dan ben ik dan weer van de dames eerst school, dus dan geef ik het woord weer terug aan mevrouw Thieme. Nou. Ja, voorzitter. Heel goed om te horen dat D66 ook de komende periode weer in wil zetten op de emancipatie van de vrouw. En dat we een wetsvoorstel tegemoet kunnen zien over een tijdelijke vrouwenquota. Dus dat is heel goed. En daar steunen we ook D66 in. En ik ben blij dat D66 ook graag de kiezers van de Partij voor de Dieren blij wil maken. Dat is precies de reden waarom ik ook in de Kamer wil zitten. Dat andere partijen het gas voor onze voeten wegmaaien door te komen met dit soort voorstellen. Maar goed, dit is dan naar aanleiding van de stikstofcrisis dat D66 komt met de inkrimping van het aantal landbouwdieren. Omdat we eigenlijk niet anders meer kunnen. Alles zit op slot. Maar heeft D66 dan ook niet met terugwerkende kracht ook spijt van het feit dat zij 10 jaar geleden voor die list heeft gestemd van CDA en PvdA om die stikstofregels te omzeilen met de PAS? Ja, voorzitter, ik moet heel erg bekennen dat ik dat een moeilijke vraag vind om te beantwoorden. Want ik was toen nog niet eens raadslid in Nijmegen. Dus dit was niet de vraag waar ik me mee bezig hield. Wat ik me de afgelopen maanden wel heb gerealiseerd, is dat dat systeem rondom de pas gewoon. Dat ons systeem gewoon simpelweg is vastgelopen. En dat is niet alleen maar vanwege stikstof, dat is ook vanwege fijnstof, vanwege gevolgen voor de volksgezondheid. Denk rondom geitenhouderijen. Ik ben zelf opgegroeid in Brabant, ik heb familieleden met Q-koorts. Dat zijn allemaal gevolgen van een doorgeslagen systeem, waarbij ook de boerenfamilies die daarin moeten ondernemen vastzitten en er simpelweg ook niet kunnen uitkomen, omdat zij ook een boterham moeten verdienen. Dus ik neem dat hen ook helemaal niet kwalijk. Het is vooral zelfreflectie die we denk ik moeten doen naar de rol van de overheid. En ik ben er trots op dat we als D66 in het regeerakkoord en in het klimaatakkoord voor elkaar hebben gekregen dat we die beweging richting die duurzame landbouw hebben ingezet. Dat er ruimte is voor een warme sanering. En die stikstofuitspraak is volgens mij alleen maar een aanleiding om die ingezette koers te versnellen. Ja, want voorzitter, om even de heer Jette bij te praten, die programmatische aanpak stikstof, die list om namelijk de regels rondom stikstof te omzeilen, namelijk dat de natuur niet mocht worden verslechterd door onze activiteiten,
Dat was dus een list en niet een of andere maatregel die nu 10 jaar later niet blijkt te werken. En de reden waarom ik dat vraag, wat de heer Jette daarvan vindt en of hij daar met schaamte op terugkijkt als fractievoorzitter van D66 is, omdat wij, nadat de uitspraak van de Raad van State kwam, meteen van minister van Nieuwenhuizen hoorden dat zij op zoek ging naar een list. Dus een list naar aanleiding van een list die mislukt was. En ik wil heel graag weten van D66 of zij dat gaat accepteren. De heer Jetten. Voorzitter, nee. Goed, voorzitter. Okay. Maar dan wordt er nu, typisch Haagse ook, een commissie in het leven geroepen, commissie Remkes, om eens even te kijken hoe we nou om moeten gaan met de onder meer de stikstofcrisis. Is dat niet ook weer een typisch Haagse manier om weer achter de schermen toch weer te komen met allerlei listen en maatregelen waar niemand meer wijs van wordt en waardoor uiteindelijk niets meer verandert? Gaat D66 dan ook voet bij stuk houden als het gaat om dat wij moeten kiezen voor minder landbouwdieren om ruimte te bieden voor de dingen die echt nodig zijn in Nederland? Nou, voorzitter, mijn fractie heeft daar denk ik een hele heldere keuze gemaakt. Maar hier is ook wel het verschil tussen D66 en de Partij voor de Dieren, denk ik, meteen duidelijk. Want een commissie instellen, dat kunt u wegzetten als een Haagse manier om met problemen om te gaan. Tegelijkertijd wil ik ook mevrouw Thieme erop wijzen. We hebben juist de afgelopen 6 maanden enorme stappen kunnen zetten op klimaat, omdat we hebben gezocht naar gemeenschappelijke uitgangspunten, naar draagvlak, waardoor we met een hele brede coalitie in deze Kamer dat klimaatbeleid kunnen steunen. En volgens mij gaan we geen oplossing uit de stikstofimpasse vinden als we nu alleen maar in de loopgraven blijven hangen. We moeten kijken hoe we samen perspectief kunnen bieden voor die boeren, hoe we het bouwen van extra woningen op één kunnen zetten. En dat is mijn inzet voor de komende maanden. Ja, voorzitter, en hier sluit ik dan toch aan bij de heer Klaver, die ook weer aantoont, net in het interruptiedebatje met de heer Jette, dat het wel mooie woorden zijn, ook met betrekking tot zo'n klimaatakkoord en dat we de uitspraak van de rechter over de agenda kwestie, dat we die gaan respecteren, dat het uiteindelijk toch weer landt in voornemens, commissies, polderen en dat er uiteindelijk niets gebeurt. Dus om te voorkomen dat die stikstofcrisis blijft bestaan, dat we de klimaatdoelen die in de agendazaak aan de orde zijn gesteld niet halen, vragen wij vanuit de Kamer om boter bij de vis te doen. Om duidelijk te maken wat gaat D66 van dit kabinet eisen, in plaats van dat ze zich met een kluitje in het riet laat sturen doordat het kabinet maar weer eens een onderzoekje gaat doen of gaat beraden wat ze zouden kunnen doen in het najaar. Ja, voorzitter. Mevrouw Thieme heeft nu volgens mij wel een beetje de verkeerde tegenstander uitgekozen in dit debat. Want wij vinden elkaar in het pleidooi om op een hele andere manier met de bio-industrie om te gaan. Dat is een hele duidelijke keuze die mijn fractie de afgelopen week heeft gemaakt. Omdat wij het bouwen van woningen op één zetten. En de komende weken zullen we gewoon met elkaar de druk op het kabinet en op iedereen die erover gaat hoog moeten houden. Om niet met een list, maar met een echt pakket dat de stikstofuitstoot terug te dringen te komen. Tot slot. Tuurlijk, u vindt ons echt aan uw zijde met betrekking tot uw plan. Maar het gaat ook om hoe hoog wordt de druk op het kabinet om daadwerkelijk andere stappen te maken. En daar maak ik me gewoon zorgen over en dat wilde ik hier even neerzetten. Dat heeft u gedaan, de heer Baudet. Ik wil even teruggaan naar het thema onderwijs. Werd al even genoemd, er gaat 150 miljoen af het komend jaar, onderwijs. En niet lang geleden werd bekend dat uw minister Kaag 100 miljoen wil geven aan Rihanna voor een ontwikkelingshulpproject. Maakt u niet helemaal de verkeerde keuzes, meneer Jetten? De heer Jetten. Ja, voorzitter, ik verbaas me altijd over het feit dat de heer Baudet niet bereid is om te investeren in ontwikkelingslanden. Want hij maakt zich zorgen over migratie onze kant op. En een van de redenen waarom mensen wegtrekken is omdat ze geen perspectief hebben in het land waar ze wonen. En ik ben er trots op dat dit kabinet onder leiding van minister Kaag durft te investeren in landen met grote jonge bevolking die daar geen perspectief heeft. Door daar te investeren in onderwijs zorgen we ervoor dat mensen in hun eigen land kunnen blijven, daar kunnen helpen bij de opbouw. Dat zou u als muziek in de oren moeten klinken, de heer Baudet. U zou juist een groot voorstander moeten zijn van ontwikkelingssamenwerking. De heer Baudet. Ja, dus ik stel even vast dat de heer Jette met overtuiging hier verdedigt dat er minder geld gaat naar het Nederlandse onderwijs en dat het dan wel moet gaan naar onderwijs of andere dingen in Afrika. Dat is op zich al ernstig genoeg en D66 kan zich dus op geen enkele manier meer de onderwijspartij van Nederland noemen. Misschien wel de onderwijspartij van Afrika, maar niet de onderwijspartij van Nederland. En er is nog een tweede probleem en dat is dat hij blijkbaar denkt, als mensen meer geld verdienen, of
hoger opgeleid zijn, zoals het dan heet, dat ze dan minder geneigd zullen zijn naar Europa te gaan. De feiten bewijzen het tegendeel. Het is niet waar. Juist op het moment dat mensen gaan verdienen, hebben ze de mogelijkheden om te gaan reizen naar Europa. En juist die mensen die nu allemaal aankomen, hebben vandaag weer een nieuw wereldrecord aan Afrikanen die naar Europa zijn gereisd, die allemaal op Griekse eilanden zitten. Dat zijn allemaal, zeg maar, middenklasse of lagere middenklasse mensen, maar die mensen die geld hebben, die kunnen niet meer die smokkelaars betalen enzovoort. Dus het is ook nog eens een keer, los van het feit dus dat u totale verkeerde keuzes maakt, Nederlandse onderwijzers geen geld, Afrikaanse onderwijzers wel, foute prioriteiten, is het ook nog eens een keer gebaseerd op een volstrekt verkeerde redenering. De heer Jetten. Voorzitter, dit kabinet heeft in deze regeerperiode 1,9 miljard extra uitgetrokken voor onderwijs en wetenschap. De komende jaren doen we 300 miljoen voor werkdruk. We investeren in krimpgebieden, in het voortgezet onderwijs. We investeren meer dan 150 miljoen in technisch VMBO. Allemaal investeringen die erop gericht zijn om kinderen in Nederland de kans te geven om het beste uit zichzelf te halen. En ja, daarnaast is dit ook een kabinet met een internationale blik. Een kabinet dat gelooft dat je door in de Europese Unie te blijven de welvaart voor Nederland kan vergroten. Door in de Europese Unie te blijven de buitengrenzen van ons continent kan bewaken. En dit is ook een kabinet met een internationale blik die durft te investeren in landen waar mensen het iets minder goed hebben. Korte en vraag. Als ik de heer Baudet zo hoor, dan zegt hij dus eigenlijk, laat ze daar in Afrika maar creperen. Tot slot op dit punt. Ja, meneer Jet, hadden we allemaal dingen bij die helemaal niet mee te maken hebben. De Europese Unie enzovoorts. Het gaat gewoon heel simpel. 150 miljoen eraf voor het Nederlands onderwijs komend jaar. En 100 miljoen naar Afrika voor blijkbaar scholen daar. Dat is de verkeerde keuze. Daar staat Forum voor Democratie absoluut niet achter. En ik denk dat het heel goed is dat mensen in Nederland deze keuze hier helder gepresenteerd zien. De heer Kuzu. Voorzitter, meneer Jet en ik hebben allebei gebruik mogen maken van de studiebeurs. En dat is een onderwerp waar we het nog niet over hebben gehad. Want ik was eigenlijk heel blij. Terug, meneer Jetten? Oké, gaat u verder. Want ik was eigenlijk heel blij dat ik terugkrabbelende bewegingen zag van de D66-fractie wanneer het gaat over het asociale leenstelsel. Het was een wet destijds die uit nood geboren was. En dat de D66-fractie op dit moment op zoek is naar mogelijkheden om dat anders vorm te geven. En ik wil de heer Jetten vragen van wat zijn die mogelijkheden nou? Kunt u daar wat meer over vertellen? De heer Jetten. Nou, voorzitter, de heer Kuzu zegt terecht, het sociale leenstelsel is destijds uit nood geboren. Het was een kabinet van VVD en de Partij van de Arbeid die de overstap wilde maken van de basisbeurs naar het sociale leenstelsel. En meerdere partijen hebben dat gesteund, waaronder D66. En we hebben dat toen gesteund onder de voorwaarde dat de opbrengsten van het afschaffen van die basisbeurs werden ingezet voor kwaliteitsverbeteringen in het onderwijs. Dat het geld in het onderwijs bleef. Dat was destijds een belangrijke randvoorwaarde voor ons. En nu zie je eigenlijk een aantal ontwikkelingen de laatste tijd. Ten eerste de vraag of dat het geld van die basisbeurs ook daadwerkelijk op de juiste plek bij de kwaliteit in het hoger onderwijs terecht is gekomen. En ten tweede, wat zijn de effecten van het sociale leenstelsel op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs? En voor D66 staat ook voorop, iedereen in dit land die wil studeren moet dat kunnen doen. Die moet geen onnodige drempels hebben met allerlei selectiecriteria en bindende studieadviezen. En die moet ook die studie kunnen betalen. En we zien de laatste weken in de eerste cijfers dat de instroom in het hoger onderwijs met het sociale leenstelsel eigenlijk niet is afgenomen. Dus dan zou je kunnen zeggen het gaat best goed. Maar we weten allemaal dat er bepaalde groepen zijn die niet met de aanvullende beurs uit de voeten kunnen. Dus wat mij betreft is de zoektocht de komende tijd met de minister. Hoe kunnen we de aanvullende beurs verhogen en kunnen we de doelgroepen die daar aanspraak op kunnen maken vergroten, zodat meer jongeren die nu buiten de boot vallen er toch voor kiezen om dat hoger onderwijs in te stromen. Ja, voorzitter, precies een van de punten waar heel veel studenten mee kampen is het thema stress en prestatiedruk wat wordt veroorzaakt door het leenstelsel. Maar ik vind het net iets te vrijblijvend, vooral voor een coalitiepartij die ook regeringsverantwoordelijkheid heeft en zelfs de minister van Onderwijs levert. Ik zou de heer Jetten daarom willen vragen, van kan hij wat concreter zijn? We hebben net een debat gehad met de heer Heerma. De heer Heerma gaf aan, in mijn verkiezingsprogramma is het zo, maar de komende periode moeten we daar met elkaar over spreken. En dan wil ik heel concreet van de heer Jetten weten, wat wordt uw inzet op dat punt? Dus niet meer de oude basisbeurs, zoals die vroeger was, waar u en ik van hebben kunnen genieten, maar iets anders. Wat is dat iets anders precies? Wat wordt uw inzet? De heer Jetten. Ja, voorzitter, heel simpel, die inzet is wat ik net ook zei. Kijken of dat die aanvullende beurs omhoog moet en of dat er meer doelgroepen gebruik van moeten kunnen maken. En ik ga niet
Ik ga niet beloven, voorzitter, dat de oude basisbeurs terugkomt. Want dat was hetzelfde bedrag voor elke student. En er waren heel veel studenten waarvoor dat bedrag ontoereikend was. Die konden daarmee niet hun collegegeld en kamerhuur betalen. En voor een hele grote groep studenten was de oude basisbeurs ook onnodig. Omdat daarmee de jonge man op de steiger de studie van de toekomstige advocaat betaalde. En dat wil ik voorkomen, dat we teruggaan naar dat oneerlijke systeem. De heer Koers. Voorzitter, het punt is precies wat de heer Jette ook zegt. Hè, van we gaan met elkaar kijken of, en dat is precies ook wat ik bedoel met D66 is een regeringspartij, een coalitiepartij. Het mag wat mij betreft ook wel iets concreter. Uw partij en mijn partij staan er bekend omdat we heel veel jongeren aanspreken. 7 op de 10 jongeren, studenten zijn erop tegen. Nou, ik zou graag ook willen zien dat u niet alleen kijkt wat er beter kan, maar dat u ook concreet invulling aan gaat geven aan uw plannen op korte termijn. Maar zeker, voorzitter, heel kort, wat mij betreft hoeven we op dit punt ook zeker niet te wachten totdat iedereen zijn verkiezingsprogramma's gaat schrijven. Als we daar de komende 2 jaar met elkaar uit kunnen komen, dan doe ik dat graag. Ja. Kort, graag. Ja, voorzitter, we zien een verschuiving in de plannen van het kabinet van sociale en geesteswetenschappen naar techniek. En daar maak ik me zorgen over. Omdat we juist in de hele brede ontwikkeling van het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek moeten investeren. Nu zie ik dat het kabinet nadenkt straks over een brede investeringsagenda. Zou het niet goed zijn om die verschuiving even on hold te zetten, totdat we weten wat we met die investeringsagenda gaan doen? Want ik kan me zomaar voorstellen dat dat betekent extra investeringen in de beta- en techniekstudies. Kijk, u kunt het wel. Korte interrupties. Voorzitter, ik wil ook de heer Klaver eigenlijk bedanken voor deze vraag. Want de afgelopen tijd is een beetje het sentiment ontstaan alsof dat beta en techniek beter is dan alpha en gamma. En dat is volgens mij een heel verkeerd beeld. Want we hebben de komende jaren een aantal hele grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan alle wijken van het Gronings gas af. Ja, daar heb je techneuten voor nodig, zowel van de universiteiten als jongens en meisjes van de mbo's die in die huizen die overgang van het gas kunnen realiseren. Maar je hebt ook mensen uit de alfa en gamma wetenschappen nodig die nadenken over hoe je zo'n transitie in een wijk op een goede manier vormgeeft. Planologen nodig die nadenken over hoe je dat op een goede manier kan aanpakken. Dus we moeten, ik ben het helemaal met de heer Klaver eens, die tegenstelling tussen beta en techniek aan de ene kant en alfa en gamma aan de andere kant, daar moeten we echt mee stoppen. En de investeringsagenda die door het kabinet is aangekondigd, die gaat wat mij betreft juist in die grote uitdagingen zitten. En ik hoop dat universiteiten, hogescholen, ROC's, bedrijven de komende tijd allemaal met hele concrete voorstellen naar het kabinet gaan. Geen vaag investeringsfonds waar we over jaren pas weer over wat over terug gaan horen. Als we nu kunnen investeren in onderwijs, kennis en innovatie, dan moeten we dat doen. De heer Klaver. U heeft het over de korte vragen, maar ja, een kort antwoord is ook een kunst. Dat is aan u, voorzitter, natuurlijk. Het is een onderwerp dat ons allebei naar het hart gaat. Ja. Dus dat nee, maar, voorzitter, de heer Jette die zegt hier, we moeten geen tegenstelling creëren tussen de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen en de techniek. Maar dat gebeurt wel. Het gebeurt wel als je zegt, we gaan het geld weghalen bij de ene, we verschuiven het naar de andere studie. En wat ik eigenlijk zeg hier is, stop daarmee, zet dat on hold, ga daar niet mee verder. Omdat er nu de komende tijd besloten moet gaan worden over waar gaan we in investeren. En dat betekent dat er ook wel eens extra geld vrij zou kunnen komen voor dat onderwijs. En voordat je het weet gaan we nu allerlei verschuivingen instellen die helemaal niet nodig zijn. Is de heer Jette het met me eens en kunnen we daar samen een manier op vinden zodat dit niet doorgaat? De heer Jette. Nou, voorzitter, ik sta altijd open voor goede suggesties, maar ik heb ook in de tegenbegroting van de linkse partijen geen extra geld voor het hoger onderwijs gezien. En wat ik wel heb gezien is dat het kabinet in de miljoenennota in ieder geval geld heeft vrijgemaakt, zo'n 41 miljoen, om die verschuiving op te vangen, om in de eerste jaren te voorkomen dat enorm gaat knellen. En als we voor de jaren daarna een goede oplossing kunnen vinden, dan sta ik daar zeker voor open. Tot slot. Voorzitter, ik zie dat er inderdaad incidenteel geld is geregeld voor het eerste jaar. Maar het gaat me juist over die tegenstelling die we creëren. Tussen geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en de techniek en de beta-studies. Die tegenstelling moeten we weghalen en die hoeft er niet te zijn. En de komende tijd, mark my words, komt er geld beschikbaar om extra te investeren in wetenschappelijk onderzoek. En het zou echt zonde zijn als we nu deze wijziging erdoor gaan duwen in deze begroting. Omdat het niet nodig is. Nou, voorzitter, doorduwen is volgens mij ook niet aan de orde, want ik ben blij dat de minister voor Hoger Onderwijs de afgelopen maanden al weer op betere speaking terms is gekomen met al die bestuurders in het hoger onderwijs. We willen allemaal goed en toegankelijk hoger onderwijs, ongeacht de stroming. Voorzitter, dank u wel. Ik begon eigenlijk net mijn verhaal met dat de politiek er is voor die grote keuzes. En
Ik ben 32. Ik mag hopelijk de toekomst nog wat langer meemaken dan de meeste mensen in vak K. Laat staan de jongste generatie die binnenkort weer de straat op gaat om te protesteren voor de bescherming van onze planeet. En van mij dan ook geen lezing over stilstand en behoud. Wat mij betreft richten we de blik niet op de schoenen, maar op de horizon. En de vragen die dan helemaal opkomen zijn: hoeveel kinderen moeten nog astma krijgen voordat we serieus werk maken van schone lucht? Hoeveel kinderen moeten nog starten op school met een taalachterstand voordat we eindelijk een vuist maken voor eerlijke kansen? Hoeveel Amerikaanse bedrijven moeten onze privacy nog schenden voordat we ze keihard aanpakken? En hoeveel dieren moeten nog levend verbranden in de stal voordat we ons realiseren dat het zo niet langer kan met de bio-industrie? Hoe lang kunnen we nog wegkijken van racisme voordat we zeggen: dit is Nederland en dit is de 21ste eeuw? En hoeveel mannelijke premiers moeten we nog zien langstrekken voordat er een vrouw aan het roer staat van vak K? Voorzitter, als je dit soort vragen op je laat innemen en je kijkt naar de geschiedenis van Nederland, dan leert hij ons dat wij Nederlanders op cruciale momenten antwoord kunnen geven op de grote vragen. Na de Tweede Wereldoorlog stonden we aan de wieg van de Europese Unie. En toen de dijken braken bij de watersnoodramp, hebben we de Deltawerken gebouwd. En toen zich in de jaren 60 nieuwe energiebronnen aandienden, stapten we in slechts 5 jaar over van kolen naar gas. En nu zijn we weer op zo'n cruciaal moment. De economie van vroeger brokkelt af. Van Rotterdam tot de Tweede Maasvlakte ligt zo'n 40 kilometer aan petrochemie die zich opnieuw zou moeten uitvinden. We gaan eindelijk stoppen met de gaswinning in Groningen, waardoor we onze huizen op een andere manier moeten verwarmen. We moeten dus op zoek naar een nieuwe welvaart. Een nieuwe economie waarin ook de generaties na ons kunnen zeggen: wij krijgen het minstens even goed als de generaties voor ons. En daarom stel ik met de heer Segers voor om een generatietoets in te voeren, zodat we ons beleid kunnen beoordelen op de impact die het heeft op de jongere generaties naast ons. En het gaat er nu om spannen. Kiezen we voor behoud of voor optimisme en investeringen? D66 wil investeren. Investeren in de nieuwsgierigheid van Eindhoven, in de biotechnologie van Delft, in de energie van Rotterdam, het kweekvlees van Maastricht, de aardappelen van Wageningen, de ontdekkingen van Leiden en de brani van Amsterdam. En nu is het moment om de daad bij het woord te voegen, want als we betaald worden om geld te lenen, dan moeten we investeren in de toekomst. Want wij zijn als Nederland geen samenleving van renteniers, maar van pioniers. En het is goed dat het kabinet dit nu ook inziet, dat het kabinet de begrotingsregels heeft aangepast om de komende jaren te kunnen investeren. Maar ik zeg ook tegen vak K, dat geld moet dan ook snel naar concrete projecten. Niet jaren praten over fondsen, maar snel aan de slag met concrete plannen die er liggen. En ik denk zelf, als het gaat om duurzame mobiliteit, aan de Noord-Zuidlijn die je kan doortrekken naar Schiphol of het verbinden van de Randstad met de Lightrail. Maar ook investeren in vakonderwijs, wetenschap, kennis en innovatie voor de start-ups en scale-ups van morgen. Laat het Nederland zijn waar als eerste elektrische vliegtuigen opstijgen. Laat kunstmatige intelligentie nieuwe deuren openen voor baanbrekend kankeronderzoek. En breng de gezondheid van onze planeet in kaart met ruimtesensoren. En ik vraag daarom aan de premier: kan hij toezeggen dat het kabinet eind dit jaar die investeringsagenda gereed heeft, zodat we volgend jaar kunnen beginnen met die investeringen, dat het geld kan gaan rollen? Want ja, voorzitter, er zijn grenzen aan de groei. En dat heeft de stikstofcrisis ons nogmaals duidelijk gemaakt. Maar soms is slim sterker dan groot. David versloeg Goliath en Ajax versloeg Juventus en zelfs Real Madrid. Dus het kan. Maar laten we dan ook nu een begin maken. Mevrouw Thieme. Laten we dan ook nu niet CETA ratificeren. Want al die plannen van D66, al die dromen die de heer Jette hier laat horen, waarvan ik een vele deel, kunnen geen doorgang vinden als wij straks, en dat zal dit jaar nog plaatsvinden, het vrijhandelsverdrag met Amerika en met Canada gaan ratificeren. Want wat zien we, wat lezen we in de krant? Dat Vermilion, dat is een bedrijf dat in gaswinning doet, al de staat in al Frankrijk voor de rechter daagt in verband met haar klimaatmaatregelen. Dat als wij nu CETA gaan ratificeren, dat de investeringsbescherming ook gaat gelden voor de investeringen die Vermilion hier heeft gedaan bij de gaswinning met Groningen. Ik hoorde de heer Jette zeggen: de gaswinning in Groningen moet omlaag.
eindelijk ja. moet stoppen. Na al die acties van bezorgde Groningers ja. heeft het kabinet samen met de Kamer gezegd, we gaan het doen. En de vraag is... Maar straks komt het in de Eerste Kamer. En Vermilion, dat bedrijf, dat Amerikaanse bedrijf, heeft al gezegd dat als het straks in de Eerste Kamer wordt aangenomen, dat dan de staat een rechtszaak tegemoet kan zien. Voorzitter, we moeten CETA stoppen. Is D66 dat met mij eens? De heer Jetten. Nee, voorzitter, ik had in mijn inleiding had ik het over de handelsoorlog tussen de VS en China. En dat zet ook onze welvaart onder druk. Dus we moeten in dat internationale speelveld onze vrienden kiezen. En dan kies ik een progressieve premier van Canada als mijn vriend om in internationaal verband betere afspraken te maken over handel en handelsverdragen te sluiten die een hogere standaard hebben als het bijvoorbeeld gaat over natuur en klimaat. Mevrouw Thieme. Even een correctie, ik heb het over het Canadese bedrijf Vermilion. En het gaat hier om een verdrag, CETA, dat al in werking getreden is, waar een investeringsbeschermingsclausule in zit. Dat betekent dus dat straks Vermilion met veel succes waarschijnlijk ook die investeringsbescherming kan opeisen en claims van honderden miljoenen euro's kan indienen omdat wij de gaswinning in Groningen stop gaan zetten. CETA is dus cruciaal om al dan niet Vermilion die honderden miljoenen euro's te laten krijgen of niet. Dus nogmaals aan D66 de vraag, gaat D66 CETA stoppen en niet ratificeren dit jaar? Voorzitter, een handelsverdrag met Canada waarmee we de normen voor handelsverdragen wereldwijd weer hoger neerzetten is volgens mij broodnodig in een tijd waarbij Trump en China onze wereldhandel kapot maken met een roekeloze handelsoorlog. Tot slot op dit punt, mevrouw Thieme. Maar voorzitter, de investeringsbescherming in CETA biedt bedrijven als Vermilion de mogelijkheid om claims in te dienen bij de hele Nederlandse staat. Dat moeten we toch niet willen? Dan moeten we toch zeggen, we gaan CETA niet ratificeren, want dat betekent dat we straks honderden miljoenen euro's moeten gaan betalen aan Vermilion. Ja, voorzitter, nogmaals, ik zie juist de handelsverdragen met Canada als een manier om wereldwijd te laten zien dat internationale handel cruciaal is om onze welvaart te vergroten. En ja, er zullen in al die handelsverdragen altijd punten zitten die beter kunnen, maar dit zet de standaarden echt hoger dan de meeste handelsverdragen die we al kennen. Gaat u verder. Voorzitter, als we die nieuwe economie tot stand brengen, dan moet die kansen bieden voor iedereen. En we hebben te lang gedacht dat het met meer welvaart wel goed zou komen. Maar de vruchten van economische groei komen niet bij iedereen terecht. De ongelijkheid groeit. Ik zie dat ook om mij heen gebeuren. Zelf had ik geluk. Ik mocht als jonge leidinggevende bij ProRail allerlei kansen pakken en kreeg zekerheid met een vast contract. Maar ik zag tegelijkertijd hoe mijn zusje, die in de zorg werkt, flexcontract na flexcontract afliep. En daardoor was voor haar een betaalbare woning en een hypotheek voor een eigen koophuis lang ver weg. En zij hoort tot een grote groep jonge mensen, of ze nu theoretisch of praktisch zijn opgeleid, die enorme druk ervaart. Prestatiedruk, bindende studieadviezen, allerlei onnodige selectiecriteria in het onderwijs. Maar dan ook onzekere banen, torenhoge huren en een heftige combinatie van werk en privé. En hoe geven we die nieuwe generatie weer kansen en zekerheid in de 21ste eeuw? Dat doen we in de eerste plaats door de ramp op de woningmarkt het hoofd te bieden. En de zekerheid van een dak boven je hoofd is geen voorrecht, dat is een recht. En de maatregelen die het kabinet gisteren heeft aangekondigd zijn dan ook een hele goede stap. 2 miljard investeringen om de woningbouw aan te jagen. Speculanten en beleggers harder aanpakken en starters helpen om die woningmarkt op te komen. En als een huis weer bereikbaar is, dan moeten mensen ook weer zeker zijn dat werken loont. En het dreigement van de minister-president aan grote bedrijven om hun belastingverlaging voor volgend jaar te schrappen als de lonen niet stijgen, bleek geen lege huls. En dat was voor ons allemaal misschien een beetje wennen. Maar mijn fractie gaat ervan uit, en daar heb ik ook al een paar collega's op bevraagd, dat die waarschuwing ook geldt voor 2021. Is de premier het met mij eens dat een loonstijging van 2,5% veel te laag is? Als werken gaat lonen, dan moet de arbeidsmarkt ook weer in balans. Mensen moeten kunnen kiezen of ze met of zonder baas willen werken. Vrijheid als keuze en niet als toevlucht. Maar dan moet die vrijheid ook wel blijven lonen. En het kabinet verkleint nu de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers.
En mijn fractie wil een garantie van het kabinet dat de opbrengst van die maatregel ook bij zelfstandigen blijft. Kan de premier die geven? Mevrouw Marijnissen. Ja, dank u, voorzitter. Ik heb een vraag over de lonen. Blij om vandaag de heer Jette aan mijn zijde te treffen in het pleidooi voor hogere lonen. Ook goed dat het kabinet afziet van het verlagen van de winstbelasting voor in ieder geval komend jaar. Prima om dat door te trekken naar volgend jaar. Maar wat ik de heer Jette wil vragen is, wij kunnen natuurlijk hier als Kamer zelf ook wat doen om de lonen te verhogen. Of in ieder geval daar een flinke impuls aan te geven. We kunnen een beroep doen op het bedrijfsleven. We kunnen zelfs zeggen, nou foei, als jullie niet luisteren, krijgen jullie geen verlaging van de winstbelasting. Prima. Maar veel beter is natuurlijk dat we zelf wat doen. En concreet zouden we het minimumloon kunnen verhogen, omdat dat een stuwend effect heeft op de rest van de loon. En dat besluiten wij hier als politiek. Dus mijn vraag is de heer Jette daartoe bereid? De heer Jette. Ja, voorzitter, mijn inzet is vooral gericht op een loonsverhoging voor iedereen. Vandaar mijn pleidooi voor, of aansluitend eigenlijk bij het pleidooi voor 4,5% loonsverhoging volgend jaar. Verhoging van het minimumloon ben ik niet per definitie tegen, maar daarbij wil ik wel ook de waarschuwing geven. Ik wil voorkomen dat dat vervolgens ook weer leidt tot minder banen en minder werkgelegenheid, want dan hebben we niemand geholpen. Dus volgens mij is de belangrijkste inzet van u en mij beiden dat alle lonen gaan stijgen. Mevrouw Marijnissen. Ja, daar ben ik het vanzelfsprekend helemaal mee eens. Maar wat ik lastig vind is dat er te veel een afwachtende houding is. Er wordt inderdaad een beroep gedaan op het bedrijfsleven. Nou, er wordt nu gezegd, hé, jullie krijgen geen verlaging van de winstbelasting, maar dan moeten wel die lonen omhoog. Maar de mensen hebben daar natuurlijk nog niks aan. Helaas bleek afgelopen jaar half Nederland is er niet in koopkracht op vooruit gegaan. En wat zegt het CBS? Dat komt vooral omdat de lonen dus niet stijgen. Dus ik vind dat het onze plicht is om ook hier na te denken. Wat kunnen wij als politiek nou zelf doen? Nou, het minimumloon verhogen, daar zou je heel erg veel mensen mee helpen. Maar het heeft ook een stuwend effect op de rest van de lonen. Dat is iets wat wij heel concreet hier kunnen doen. Ja, voorzitter, we hebben als coalitie natuurlijk ook wel nagedacht. Dat kunnen we als politiek zelf doen. Want daarom dat we bovenop wat we al hadden afgesproken, nog een extra lastenverlichting van zo'n 3 miljard hebben gedaan, waardoor iedereen er volgend jaar op vooruit gaat, met name werkenden. Hoeveel, dat kunnen we nooit helemaal precies voorspellen, maar dat is wel een keuze die wij als coalitie hebben gemaakt. De lasten voor werkenden fors verlagen. En daarbij nogmaals mijn oproep aan het bedrijfsleven om ook zijn verantwoordelijkheid te pakken en ervoor te zorgen dat de lonen volgend jaar fors omhoog gaan. Tot slot, mevrouw Marijns. Ja, tot slot. Ondanks alle mooie woorden vind ik dat toch te makkelijk. Want het is mooi dat de lasten omlaag gaan. Maar was dit vorig jaar en het jaar daarvoor natuurlijk ook niet de belofte van het kabinet. En dan zou ook iedereen erop vooruit gaan. En helaas hebben we dus gezien, half Nederland ging er niet vooruit, omdat die lonen niet stijgen. Nou, wat kan de politiek doen? Het minimumloon verhogen. We kunnen er ook voor kiezen om een forse impuls te geven. En dan gaat de overheid ook indirect over de salarissen in de publieke sector, om maar eens wat te noemen. Dat zijn allemaal dingen die we als politiek kunnen doen. En dan blijft het niet alleen bij mooie woorden en een appel op het bedrijfsleven. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dan laten we ook zien dat we echt wat voor mensen doen. En dan kunnen we garanderen dat mensen ook aan het eind van het jaar erop vooruit zijn gegaan. Want dat is nu voor heel veel mensen nog maar afwachten of die lonen daadwerkelijk omhoog gaan. Ja, voorzitter. En tegelijkertijd zeg ik ook, dit is wel een compleet ander debat dan dat we hier vorig jaar met elkaar hebben gevoerd. Toen hadden we het nog over het wel of niet afschaffen van de dividendbelasting. Gelukkig is het kabinet daarop teruggekomen. En hebben we nu een voorstel liggen waarbij de winstbelasting voor volgend jaar gelijk blijft, zodat we die opbrengsten kunnen inzetten voor al die hardwerkende Nederlanders. Stel ik voor dat u verder gaat. Voorzitter. Ik had het over een nieuwe economie die ook kansen moet bieden voor iedereen. En ik heb net al in een paar interruptiedebatten met de collega's bij onderwijs stilgestaan. Maar ik ga dat toch nog even herhalen in dit blokje, omdat ik het ontzettend belangrijk vind. Want zonder goed onderwijs geen gelijke kansen voor iedereen. Dat onderwijs is een paspoort voor de toekomst. En dat lerarentekort dat we nu zien is een maatschappelijke crisis. En dat heeft in de eerste plaats met geld te maken, met een lopende onderhandeling over de CAO tussen schoolbestuurders en de vakbonden. En ik wil het kabinet oproepen om nog eens heel goed te kijken welke rol het kabinet kan spelen bij het vlottrekken van die CAO-onderhandelingen. Daarbij is wat mij betreft alle creativiteit nodig. En ik ben heel blij te horen vandaag dat zo'n oproep ook eigenlijk door bijna alle partijen wordt gedaan. Maar het kabinet moet naast die CAO ook goed kijken hoe die inzet voor die verlaging van die werkdruk nu uitpakt en hoe we die verder kunnen continueren. Ik was net als een aantal collega's afgelopen voorjaar op de manifestatie op het Malieveld en sprak daar met heel veel onderwijzers die ontzettend blij waren met de inzet op die werkdrukverlaging. Omdat ze bijvoorbeeld op school voor het eerst in jaren weer een conciërge hadden kunnen aanstellen die allerlei
nuttige klusjes in dat schoolgebouw doet, zodat de leerkrachten zich kunnen focussen op het voorbereiden en geven van lessen? En wat kan het kabinet nog meer doen om die werkdruk te verlagen en leerkrachten te verleiden om misschien hun tijdelijke contracten om te zetten in vaste contracten, misschien wat meer uren in de week te gaan werken dan hun huidige deeltijdcontract? Want we hebben al die creativiteit nodig om dat lerarentekort op te lossen. Voorzitter. Ik groeide op in een modern, vrolijk en veelkleurig Nederland. Het was een open en tolerant land van mensen met alle soorten achtergronden, paspoorten, dromen en ambities. Een land van iedereen. Maar de afgelopen jaren is die openheid gaandeweg steeds meer onder druk komen staan. Transgenders die bij Uber worden geweigerd ervaren uitsluiting. Joden die horen dat ruiten van een ontmoetingsplaats zijn ingegooid herkennen de donkere patronen van de geschiedenis. En geboren en getogen Nederlanders die te horen krijgen dat ze zich moeten invechten, herkennen die patronen even goed. Conservatieve politici hebben van het uitbuiten en aanjagen van alle soorten onbehagen hun verdienmodel gemaakt. Al bijna 20 jaar is het bij elk probleem alle ballen op elke moslim. En niet alleen nieuwkomers, maar ook de derde en vierde generatie wordt daarop aangesproken. Dat zijn Nederlanders hier geboren die worden gewantrouwd. Want wie liefde of loyaliteit voelt voor het land van zijn of haar voorouders, zou blijkbaar geen volwaardig Nederlander kunnen zijn. Maar voorzitter, dat miskent de essentie van identiteit. Die is altijd meervoudig en gelaagd. Ikzelf ben Brabander, Nederlander, Europeaan, politicus, homo, zoon en Feyenoorder. En dat allemaal tegelijkertijd. En het miskent ook, ja, en NSC'er, zeg ik tegen een paar verontruste mensen in VK. Maar het miskent ook, voorzitter, de essentie van Nederlanderschap. Want Nederlanderschap staat niet vast. Dat is een gedeelde zoektocht die continu aan de gang is. En ik had eigenlijk gedacht dat het een andere kant zou opgaan met de blik vanuit de conservatieve hoek. Want 5 jaar geleden las ik over een jonge, veelbelovende CDA'er die een wat meer liberale opvatting bleek te hebben over identiteit. Hij zei in het buitenland getroffen te zijn door de kracht van diversiteit. Maar wat is er gebeurd met die verlichte ziel? Nu diezelfde verlichte ziel wordt getipt als toekomstig CDA-leider, drukt hij zich opeens uit in sombere anekdotes over onaangepaste migranten. Maar dat soort woorden hebben gevolgen in de echte wereld. Voorzitter, ik denk... Het is onduidelijk wie u precies bedoelt. Nou, ik denk dat volgens mij aan de lichaamstaal te zien is dat wel duidelijk, voorzitter. Er zijn, ja, voorzitter, er zijn ook zoveel kroonprinsen en kroonprinsessen tegenwoordig. Het is bijna niet bij te houden. Maar we kunnen daar lacherig over doen. Maar voorzitter, dat soort woorden, die simpele anekdotes die jaar op jaar maar weer voorbij komen, die hebben impact in de echte wereld. Ik denk aan een geboren vriend die hier in Nederland is geboren en die bij een sollicitatiegesprek het compliment kreeg dat hij wel heel goed Nederlands sprak. En dat is een simpel voorbeeld, maar dat is een voorbeeld uit duizenden. Wie in dit land met een Arabische achternaam solliciteert, maakt 3 keer minder kans op die baan dan iemand met een Nederlandse achternaam en een strafblad. 3 keer meer kans met een strafblad dan wanneer je een Arabisch klinkende achternaam hebt. En we hebben dus nu als politiek ook een duidelijke opdracht. Wij moeten een beschaafd alternatief bieden. En dat alternatief bestaat in een nieuwe houding, een politiek die het hele verhaal durft te vertellen. Het verhaal dat het onacceptabel is als religieuze extremisten kinderen indoctrineren met haat. En dat we hard moeten optreden tegen radicalisering. Maar ook dat alle migrantengroepen een hoger onderwijsniveau halen dan ooit. En dat nieuwe Nederlanders niet alleen naar de huisarts gaan, maar ook steeds vaker zelf huisarts worden. En bovendien dat alle Nederlanders, welke generatie dan ook, hier thuis zijn. En ik vraag aan de premier of dat hij morgen hier wil verschijnen als premier van alle Nederlanders. En dat hij zijn vertrouwen uitspreekt in al die mensen die van Nederland hun thuis hebben gemaakt. En wil hij dan ook namens het kabinet vertellen wat hij gaat doen
om de laatste grote drempels weg te nemen voor Nederlanders met een migratieachtergrond die keer op keer worden geweigerd als ze solliciteren voor een stage of baan. Voorzitter, de politiek is er om de grote vragen te stellen en te beantwoorden. Vragen over vrijheid, gelijkheid, tolerantie, leven en dood. Maar die vragen gaan ook over vertrouwen in de overheid, toegang tot het recht en de kwaliteit van onze democratie. En vertrouwen in de overheid begint met de kwaliteit van dienstverlenen. En de heer Heerma heeft er ook al over gesproken, maar ik zou eigenlijk een vraag willen stellen aan iedereen in vak K. Wie van u heeft geen problemen met zijn uitvoeringsorganisatie? En dat zijn inderdaad maar heel weinig, zelfs niemand. En voorzitter, dat is wederom iets waar we gelukkig om kunnen lachen, maar ook heel pijnlijk. Dat dus heel veel Nederlanders, of dat ze nu een rijbewijs aanvragen of een toeslag aanvragen of met een andere instantie te maken hebben, dat ze niet de dienstverlening krijgen die wij van de overheid verwachten. En daar moeten we heel terecht een spiegel voor onszelf voor houden. Want dat ligt niet aan hardwerkende mensen aan zijn servicebalie, maar dat ligt aan de manier waarop wij die uitvoeringsorganisaties met allerlei onmogelijke wetgeving opzadelen. En de koning heeft daar gisteren in de troonrede hele mooie woorden aan gewijd. Maar mijn vraag aan het kabinet is, welke daad voegt het kabinet bij die mooie woorden van onze koning? En ik zit ook te wachten op daadkracht van het kabinet op een onderdeel van onze rechtsstaat. Want er zijn in dit land mensen die moeite hebben om de toegang tot het recht te vinden. Mensen die zijn aangewezen op de sociale advocatuur. En daar zijn grote tekorten. De gezondheid van de rechtspraak staat daardoor onder druk. Er zijn heel veel sociale advocaten die overwegen om te stoppen met hun werk. Mijn vraag aan de premier is, wat gaat het kabinet doen om deze uitdaging op te lossen? En de versterking van de rechtsstaat moet ook hand in hand gaan met de versterking van onze democratie. Ik zie uit naar de wetsvoorstellen van minister Ollongren, volgend op het belangrijke werk van de Staatscommissie Parlementair Stelsel. Maar wij als Kamer hoeven ook de komende tijd niet op onze handen te zitten. Wij kunnen ook zelf wat doen. Want kijk even naar de realiteit van dit debat. Honderden, zo niet duizenden ambtenaren hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om een heel dik pakket aan begrotingen naar onze Kamer te sturen. En we hebben dat afgelopen weekend onder embargo ontvangen. Bij elke fractie hebben waarschijnlijk een aantal medewerkers en Kamerleden hard zitten zwoegen om al die stukken tot zich te nemen. En vandaag al hebben wij daarover het debat. Vandaag al moesten oppositiepartijen een tegenbegroting indienen. En dat laat zien hoe ongelijk de strijd tussen kabinet en Kamer in de afgelopen jaren is geworden. Wij zetten onszelf als democratie op achterstand. En bang voor de publieke opinie hebben we daar de afgelopen jaren ons niet over durven uitspreken. Mijn oproep aan de Kamer is, laten we kritisch kijken naar de manier waarop wij debatten aanvragen en moties indienen. Maar laten we ook kijken hoe we de financiering van de Staten-Generaal kunnen versterken, zodat wij onze controlerende taak ook goed kunnen uitvoeren. Voorzitter, tot slot. Mijn partij ging als progressieve motor het kabinet in. En het eerste jaar leek dat een beetje te pruttelen. Maar inmiddels hebben we de koers beter gevonden, krijgen we steeds meer vaart. En het is dan ook vanaf nu tijd om te bouwen aan het Nederland van over 30 jaar. En dat is wat mij betreft eigenlijk een soort Berlijn aan de Rijn. Een plek waar creativiteit in de lucht hangt, waar radicale nieuwe ideeën worden omarmd, waar culturen elkaar vinden en waar de geur van optimisme de straten vult. Nederland wat het hoort te zijn. Een divers, open, dynamisch, tolerant, energiek en vrij land. Een land waar de hijskranen de wolken doorboren voor die hoognodige huizen. Een land waar de windmolens draaien. Een land met kansen, huizen en nieuwe zekerheden voor iedereen. Of u nu Kajsa, Carola, Khadisha of Mark heet. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jetten. Dan geef ik nu...